Welkom op literatuurplein.nl of welkom op het YouTube-kanaal van Literatuurplein van de Koninklijke Bibliotheek. Welkom op de podcast. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met Joost Baars. Van hem verscheen een dichtbundel bij Van Oorschot, de uitgever. En de dichtbundel heet Binnenplaats. Het is het debuut van Joost Baars. Joost is er mee genomineerd voor de C. Buddingprijs, de prijs voor het beste poëziedebuut. Joost is 5 jaar jonger dan ik. Jij bent van 1975, Joost. Klopt. Ja. En dan beginnen we toch maar even met die vraag. Is de vraag meer een constatering van... het is een beetje laat debuut. In de zin van heel veel dichters debuteren in de 20. Ja. Dat is helemaal niet erg. Maar misschien is er een bijzonder verhaal. Ja, nou ja. Ik had ook best wel in de 20 willen debuteren. Ik heb alleen, het heeft bij mij, het schrijven heeft mij heel lang stilgestaan. Is heel langzaam gegaan en dat lukte eigenlijk ook maar niet om boven een bepaald niveau uit te komen. En als ik achteraf zo'n beetje denk, of dat dacht ik eigenlijk op een gegeven moment zelf destijds ook wel, toen ik een jaar 35 was... dacht ik, ik moet iets anders doen. Wil het er ooit nog van komen? Want wat was je allemaal aan het doen? Ja, veel. Ik was. Het punt was eigenlijk dat ik. Wat ik gedaan heb, is mezelf voornemen om niet meer iets te schrijven. Zoekende naar een soort van bevestiging dat het goed was. Want dat deed ik te veel. Dat dus was je. Je schrijft wat en dan ga je er meteen mee naar een podium of naar een tijdschrift. En dan ofwel ze publiceren het ofwel ze publiceren het niet. Kreeg je daar een beetje de zenuwen van? Nee, ik kreeg daar niet, op zich niet de zenuwen van. Maar wat er dan gebeurt is, als het in het geval van een tijdschrift, als het niet wordt gepubliceerd, dan is dat een soort van een afwijzing van wat je dan gemaakt hebt. En als het wel wordt gepubliceerd, dan is dat een bevestiging van wat je dan gemaakt hebt. Maar in beide gevallen is dat wat je gemaakt hebt, is dan het eindproduct. Yeah. En wat ik me op een gegeven moment gerealiseerd heb, is dat ik mezelf moet bepalen wanneer het af is. Yeah. En eigenlijk langer... laten we zeggen, in het verborgene moet blijven met wat ik maak. En in het verborgene is eigenlijk hier in huis. We zijn nu bij jou thuis. Ja. We kijken naar een boekenkast. We zijn in Amsterdam-West. Dit hier is... Dit is wel zo'n beetje het verborgene. Hoewel ik weinig in deze woonkamer schrijf. Uh-huh. Dat doe ik soms op een zolderkamertje. En vaak eigenlijk ook buiten. Ja. Maar eigenlijk het moment dat ik besloot, oké, nu ga ik gewoon een tijdje niet zoeken naar anderen die zeggen, het is goed. Mm-hmm. Eigenlijk aanschrijven op het idee, als ik niet weet of het goed is, dan is het interessant. En eigenlijk dat idee zo lang mogelijk... Proberen vast te houden. Ja. En hoe lang speelt het dan al? Want hoe oud was je toen je enigszins publicabel begon te dichten? Ja, het ligt een beetje aan wat je onder publicabel verstaat. Ik denk dat mijn eerste serieuze tijdschriftpublicatie toen was ik wel eind 20 of zo. Ja. Dus dat is dan publicabel. Yeah. Maar het is nooit. Ik heb nooit het stadium bereikt dat er ook een bundel in zat. Nee. Weet je wel? Dat is toch weer een stap verder. En wat er gebeurt als je. Dat zul je zelf misschien vanzelfsprekend vinden, maar dat was voor mij absoluut niet vanzelfsprekend. Dus als je lang in die. In dat laboratorium blijft van dingen maken, is dat dingen kunnen groeien tot iets waar je uiteindelijk zelf ook verbaasd over bent. En ja, dat,
dat moet je jezelf toestaan. En wat je dan niet kunt gebruiken is... in die zin had het wel heel erg met onzekerheid te maken. Want ik had die bevestiging natuurlijk ook erg nodig. Ja. Ja. En... dus daar moet je dan vaarwel tegen kunnen zeggen. Ja. En daar heb ik heel lang over gedaan voordat ik daar vaarwel tegen kon zeggen. En je hebt vaarwel moeten zeggen misschien tegen het fenomeen ambitie. Ja. Want anders had je waarschijnlijk veel eerder een bundel gepubliceerd. Maar niet in deze rust. Klopt. Ja. Ja, ik zeg nu altijd dat ik een heel slechte jonge dichter was. Hmm. Dus ik had dat allemaal wel, al die bravoure en kijk mij nou eens en geopineerd zijn en dat ben ik nog steeds, alleen niet in mijn werk. Maar, en mensen die dat heel goed kunnen, er zijn ook veel mensen die daar met die drive tot goede poëzie kunnen komen. Ja, ja, ja. Maar ik was nooit één van hen. Nee. Nee, bij mij was het middelmatig. Heel lang. Soms, middelmatig, wat bedoel je? Nou, gewoon dat het niet... Het was niet slecht, volgens mij, wat ik maakte. Maar, middelmatig in de ogen van Joost Baars. Ja, in de huidige ogen van Joost Baars. Ja, niet destijds. Hoewel ergens in mijn achterhoofd sluimerde dat altijd wel. Je krijgt dan... dus ik had altijd het idee van, ik kan wel wat, maar iemand moet het een keer zien dat er wat in zit en dat het misschien nog niet volmaakt is. Dan kan die bundel er wel een keer uitgetrokken worden of zo. Ja. Dat is een hele onzekere manier van omgaan eigenlijk met je eigen dichterschap. Ja. En nu is dat, het is nu volledig anders gebeurd. Dus ik heb 7 jaar geleden gezegd, oké, ik ga er gewoon niks meer naar buiten brengen. Totdat ik zelf echt heel erg tevreden ben. Ja. En en vanaf dat moment ging het bewijs van spreken vanzelf. Zei het in het begin heel stroef. Maar steeds comfortabeler met het idee dat er misschien wel nooit iets komt. Weet je wel, maar dat creëert dan de ruimte om te schrijven, om het schrijven zelf. Ja. Yeah. En niet om iets, om A of B te bereiken. En wat stel je jezelf daarbij voor, Joost, als er niks komt, als er niks zou zijn gekomen? Nou, ja. Ik heb... destijds gedacht, ik moet bereid zijn om Emily Dickinson te zijn. Mm-hmm. Niet wat betreft kwaliteit, want dat lukt niemand of zo, maar... Nou ja. Dat weten we nu nog niet in ieder geval. Dat weten we niet. Als het zo is, dan ik vind haar in ieder geval heel erg goed, maar, ja. maar dat idee dat je bereid moet, dat dichten iets moet zijn dat je ook doet als niemand het leest. Mm-hmm. En dat het dus van belang... Dat wat je doet van belang is... Voor het leven dat je leidt... in plaats van... voor je ambitie. Ja. Dat... Mm-hmm. Wat was je... Nou... Het was een beetje een... We zijn een beetje zo voor ons uit aan het praten... maar wel op een prettige manier. Kijk, het gaat om een soort regime... Ja. Dat je jezelf oplegt. Ja. Zo van, ik ga pas debuteren of een bundel maken. Eigenlijk als een soort, ik vat het even samen als een rust. Als er een soort rust is. En als ik inderdaad als een soort Emily Dickinson niet meer gewoon schrijf om het schrijven. Dat je niet schrijft vanuit die ambitie, dat woord wat nu al een paar keer terugkeert, maar schrijft. Omdat je, ik denk... hele eigen poëzie wilt schrijven met een heel eigen geluid. Ja, maar zelfs dat wist ik ook gewoon niet. Hè? Dus ik wist veel toen ik daarmee begon dat ik eigen poëzie zou kunnen schrijven met een eigen geluid. En eigenlijk weet ik dat nog steeds niet. Dat is dan maar aan anderen. Maar dat, schrijven moest van een zeker levensbelang zijn. En
daarbij hoort dan dat het niet over ambitie gaat, want ambitie is maar iets stoms en oppervlakkig en iets dat in de iets waarvoor je alleen bevestiging kunt krijgen in de ogen van anderen. Je kunt jezelf nog zo geslaagd in het leven vinden, maar dat telt niet als niemand anders dat vindt. Nee. Weet je wel? Maar is het ook niet, en we gaan zo ook echt over je bundel praten, ja, maar ik vind het wel fijn om zo'n beetje voor ons uit te praten. En het gaat ook wel echt ergens over. Het heeft ook wel met de bundel te maken, uiteindelijk. Ja? Ja, ja, want die speelt zich ook in dat verborgene af. Probeer dat dus heel duidelijk uit te leggen voor de bezoeker van website Literatuurplein. Ik stel me altijd voor dat iemand is die niet super geoefend is in de poëzie, maar wel belangstellend is. Dus we moeten een beetje helder uitleggen. Ja, ja. Nou, heel simpel. De bundel heet Binnenplaats. Dat is ook de titel van een van de afdelingen. Een beetje de kernafdeling. Het is de eerste afdeling in de bundel. En in die bundel, in die afdeling, het kernachtigst kun je die samenvatten als ik die tegen de binnenplaats die hier aan de achterkant van het huis gesitueerd is, praat. Er is hier achter het huis waar we nu zijn een binnenplaats. Een binnenplaats. En daar praat je. En dan, dus ik zat op een gegeven moment op het balkon en ik schreef een gedicht gericht aan die binnenplaats. En dat is heel raar, want een binnenplaats kan helemaal niet praten. Dus, en laat staan luisteren. Dus wat er dan gebeurt is dat je aan de ene kant kunt denken van, nou, laat ik er maar weer mee stoppen, want het is debiel. Mm-hmm. Of je gaat ermee door en dan kom je onherroepelijk tot de conclusie. Of ga je onherroepelijk schrijven in het idee dat die binnenplaats eigenlijk iets anders is. Een jij. En dat wordt dan een steeds grotere jij. Een steeds grotere jij die steeds met een hoofdletter wordt aangeduid. Ja. De hoofdletter J. Ja. Jij is met een hoofdletter. Waarom is dat? Komen we zo. Ja, laat eerst die gedachte afmaken. Prima. Waarom dat met dat verborgene te maken heeft. En daar zit ook wel iets in van een antwoord op de vraag waarom jij met een hoofdletter is. Die gedichten zijn een beetje mystiek. Nou, wat is mystiek? Daar kun je eindeloos over ouwe hoeren. Maar wat het in elk geval is, is een relatie tussen een ik en een ander die zich precies daar afspeelt. In dat verborgene, in het totale alleen zijn. In het in een ruimte die door niemand anders gezien kan worden. En dat is dus dat precies dat verborgene waar voor mij althans, waar ik het net over had, die tegenovergestelde is van de ruimte waarin je schrijft als je ambitieus bent of een naam wil maken. Of, dat is het zichtbare. Dat is het zichtbare, ja. En die reeks is ook, het is de eerste reeks waar ik mee ben begonnen met deze bundel. En het is ook de laatste die ik heb afgemaakt. Ja. Oké. Dus de laatste die je hebt voordat de bundel af was. Ja. Oké. Welke zal jij eens voorlezen om dat verborgene een beetje aan de luisteraar te bezorgen, om het zo te zeggen? De eerste dan, prima. Denk ik. Ja, doe maar. Het geritsel van bomen is niet het geritsel van bomen. Het is jouw stem. Het geritsel dat altijd hetzelfde is, is niet altijd hetzelfde. Het opent me, dringt bij me binnen, naar de plek waar jij hoort, waar jij blijkt te ontbreken. Daar hoor ik je vredig woedende neren. Niet het geritsel, maar het geritsel dat het geritsel doet klinken uit een plek in mij die niet klinkt, waar de taal waarmee ik dit zeg niet bestaat, totdat jij het zegt, waar jij wordt geboren in het geritsel, van het geruisloze ritselen en mij erin maakt. De binnenplaats hier achter het huis waar wij dit gesprek hebben, Joost, in Amsterdam-West, is dat een goede plek? Ja, dat is een goede plek.
Waarom? Het is fijn om er te zijn. Is er veel geluid? Er is verbazingwekkend weinig geluid voor een plek in de stad. En je kunt er ook verbazingwekkend ver kijken. Mm-hmm. Er zijn niet zoveel plekken in Amsterdam waar je ver kunt kijken. Maar dat kan, omdat het een vrij grote binnenplaats is, kan daar wel. Er mogen ook geen mensen komen. Dus het is een soort van oase van rust. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die harde muziek draaien. En het gebruikelijke stadslawaai is er. En er is ook altijd een soort van wind en een soort van geruis van auto's en de stad en sirenes. Ja. En sowieso is stilte een merkwaardig begrip. Want stilte is eigenlijk altijd geluid. Als je stil bent en je denkt, oh, wat is het stil? Dan betekent dat de afwezigheid van een bepaald soort geluid. Yeah. Maar betekent ook dat je een heleboel hoort. Yeah. Dus als je naar het bos gaat of naar het strand, dan denk je, oh, het is hier toch stil, maar het is helemaal niet stil. Nee. Dus in die zin is het geen niet echt een stille plek, maar het is wel een verstilde plek. Misschien moet je het zo zeggen. Ja. Yeah. Ja. En je zegt, je kan er veel ver kijken, maar ik neem aan dat aan de overkant andere huizen staan ook. Ja. Maar die staan ver weg. Die staan ver weg, ja een meter of, wat zal het zijn, 300? Oké. Okay. Zoiets. Ja, precies. Ja. Toen je daar... Nee, we moesten eerst nog even over die jij met die hoofdletter. Ja. Je hebt net het openingsgedicht voorgelezen. Naar de plek waar jij hoort, waar jij blijkt te ontbreken. Jij, steeds met die hoofdletter. Ja. Bijna zoals je een god met een hoofdletter aanduidt. Ja. Zeker. Was dat al meteen zo? Nou ja, op het moment dat je... op het moment dat je iets aanspreekt, dat je niet... Dit is altijd lastig hoor, om het echt heel duidelijk over te hebben. Want dit gaat over die mystieke relatie. En het punt van die mystieke relatie is altijd dat alles wat je erover zegt kapot spat op datgene waar je het eigenlijk over hebt. Ja, dus, exact. En bovendien zijn het rationele vragen naar aanleiding van een artistiek literair proces, wat ik altijd een beetje... Sure, lullig vind, maar tegelijkertijd ontkomen we er ook niet aan. Ja, maar je praat tegen een binnenplaats en dan het eerste wat die binnenplaats tegen jou zegt is eigenlijk, ik kan helemaal niet praten. En nou ja, dan sta jij voor de keuze, blijf ik in deze relatie staan? En op het moment dat je zegt, ik blijf in deze relatie staan, dan zegt die binnenplaats, maar dan ben ik iets anders. En zeker als, hoe meer zeg maar, je dat heen en weer gaan gebeurt, hoe meer er daadwerkelijk iets in die relatie gebeurt dat van belang is. En dat wel degelijk ergens over gaat. En dat je wel degelijk tot allerlei concrete gedachten brengt. En dan heb je dus een relatie met iets waarvan je niet weet dat het is. En dat, kun je zeggen, is God. Mm-hmm. In dat hele merkwaardige ding dat je aan de ene kant niet weet wat het is, aan de andere kant er een relatie mee hebt. Ja. Waarom die hoofdletter? Nou, onder andere daarom, hoewel je dat ook niet per se met een hoofdletter zou hoeven doen, maar er waren een aantal overwegingen om dat met een hoofdletter aan te duiden. De eerste is dat een gedicht... Ik heb het ook met een kleine letter geprobeerd en dan werkt het ook. Yeah. En dan heb je dan wordt die relatie iets heel kleins en iets heel teders en iets heel intiems. Intiems, ja. En dat is mooi en dat zit er nog steeds in. Maar ik wilde dat er ook een zeker ontzag in die relatie zou zitten. Mm-hmm. Omdat het ook over een... Die jij is ook een ontzagwekkende waarheid. Ontzagwekkend ook omdat de dood zit er heel erg in. Mm-hmm. Maar ook ontzagwekkend om andere redenen. En een andere reden om die jij met een hoofdletter te schrijven.
is dat ik niet wilde dat het... Dat het maar die bundel is in zekere zin dus een poging om... Ik ben helemaal seculier opgevoed. Een poging om religieuze taal te gebruiken. Mm-hmm. En wat ik niet wilde is dat het... dat het een spiritual but not religious mm-hmm. bundel zou mm-hmm. worden. Dus ik wilde een zekere grens over... van wat... wat de usance is met mystieke poëzie en ook in de manier waarop wij in de samenleving over religie praten, ja. Is dat het de jij is eigenlijk net over de grens van het betamelijke als je het over religie in literatuur mm-hmm. Hebt. En ja, dat wilde dat. Dat was ook belangrijk, omdat het anders... anders zouden we dit gesprek daar ook niet over hebben. Nee. En ik wilde dat mensen daar ook een beetje over struikelden. Als dat... Vrij snel al in de bundel. Als dat hen gegeven was. Ja. 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 En toen je hiermee was begonnen, Joost, met deze mystieke gedichten... kwam je er toen al snel achter dat je ook in dat verborgene kon blijven? Nou, dat ging heel erg samen. Dat gedicht wat ik net las, dat is letterlijk het eerste gedicht wat ik schreef. En dat was in de periode dat ik dacht, ik moet dit anders aanpakken. Ja. Oh ja. En dat was dus 6 jaar geleden? Ja, ja. 7 jaar geleden. 7 jaar geleden, ja. 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 Nee, dat is niet helemaal waar trouwens. Dat is niet helemaal waar. Okay. Dat is geschiedvervalsing. Nee. Nee, het was 2012. Dus het is 4,5 jaar geleden. 4,5 jaar ja. geleden. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. En, want ik heb het idee dat we daar toch echt iets heel moois zeggen. Van dat je dus in dat verborgene vanaf dat moment... Ik maak er natuurlijk meteen een story van. Hè? Dus ja, misschien ja. bevalt het je niet. Maar dat je vanaf dat moment in het verborgene, zonder de druk van tijdschriftpublicaties, zeg maar, hier achter op die binnenplaats doorgegaan bent met een gesprek. Ja, en dat is ook wel een andere interessante ingang is inderdaad. Als je dus vanuit die ambitie schrijft, tegen wie heb je het dan? Nou, dan heb je tegen... redacteuren, recensenten, uitgevers, publiek. Mm-hmm. En als je dan tegen jezelf zegt, oké, daar ga ik het niet meer tegen hebben. Mm-hmm. Dat is ook weer zo'n uiteenspatten van de aangesproken. Hè? Want poëzie is wat mij betreft altijd gericht, omdat het over taal gaat. Yeah. Er is altijd iemand die spreekt en er is iemand die luistert. Ja. Yeah. Dan krijg je dus het verhaal, oké, maar tegen wie heb je het dan? Mm-hmm. Tegen wie had Emily Dickinson het? Mm-hmm. En daar heb ik geen antwoord op, maar dat is wel een interessante vraag. En uit die vraag komt ook die reeks. Ja. Nou, en wat ik me afvraag is, blijf je dan ook, hè, zoals je bij meditatie bijvoorbeeld regelmatig wordt afgeleid, hè, mm-hmm. dan komt er opeens een gedachte binnen en die moet je dan eerst weer... heel vreedzaam laten gaan en dan kun je weer doorgaan met je meditatie. Hè? Ben je ook in het verborgene kunnen blijven of heb je af en toe toch dan toch weer gedacht van ik ben een bundel aan het maken? Dat soort gedachten dan ben ik veelvuldig door geplaagd. Ja. Maar ik had op een gegeven moment wel door van hey, het is hier fijn. Yeah. Want ik kan hier schrijven en ik kan hier iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Dus dat was niet zo heel moeilijk. Het is eerder nu moeilijk om er weer in terug te komen. Weer in dat verborgen. Ja. Zeker met zo'n... dat gaat dan iedereen natuurlijk noemen bij elke aankondiging... die nominatie voor die Buddingprijs. Ja. Dat is buiten het verborgene natuurlijk. Ja, ja. Al deze... Kun je ook niks aan doen, maar dat is gewoon... Al die dingen die nu gebeuren, ja. Is dat ja. Maar dat zal hopelijk op een gegeven moment ook wel weer voorbij zijn. Maar... Het punt is ook dat op het moment... Kijk, ik weet niet zoveel van meditatie. Dus misschien zeg ik iets heel stoms. Maar
dat is niet gericht. Dus meditatie, daarin zit je niet in een relatie. Misschien tot jezelf. Tot jezelf, ja. En toch wel tot iets heel groots als, pak een beet, het universum. Ja. Maar jij... Maar het aardige van die binnenplaatsgedichten is dat als ik een gedachte krijg, dat ik hem niet hoef te killen. Maar ik kan hem tegen die jij uitspreken. Ja. Dus alles is in feite welkom. Zoals ook zoals een stilte, waar we het net over hadden, geen stilte is, maar een ruimte is waarin al het geluid eigenlijk welkom is. Ja. Waarin je niet denkt, hou je kop, weet je wel? Dan heb je geen stilte. En is dat ook gebleven? Is dat welkomen altijd gebleven? Of was de binnenplaats soms ook je minder gunstig gezind? Beide. Het gekke is... Ja, kijk, die binnenplaats op zichzelf, die doet niks. Die ligt daar maar. Ja. En die heeft wat last van de seizoenen. En er loopt af en toe een dier in rond. Ja, ja. Dat is het dan wel zo'n beetje. Ja. Of het regent, of de zon schijnt. En ik heb natuurlijk in die reeks ook wel ruzie gemaakt met die binnenplaats. Mm-hmm. Maar dat is het natuurlijk ook op een gegeven moment al vrij snel. Was het meer dan de binnenplaats. Dan is het meer dat wat er gaande is onder de naam binnenplaats. Yeah. En dat is misschien wat jij net noemde, het universum of... Wat dan ook. En het universum is je natuurlijk niet altijd goed gezind. Nee, dat kan je behoorlijk in de wielen rijden. Ja, ja. Dus ja, en dan. Maar dan is dan ga je daarover dichten. En dan doet die binnenplaats wat hij wil. Maar je kunt het wel zeggen. Mm-hmm. Zo, ja. Ik zou graag willen dat je het gedicht voor Thomas Blondeau voorleest. Zou je dat willen doen? Tuurlijk. Het groeien van de ruimte, voor Thomas Blondeau. Dat de sterren gemiddeld 200 lichtjaar ver zijn, weet ik, maar wat betekent dat? Die lengtemaat is voor niet-natuurkundigen een mystieke demystificatie. Ik wil zeggen, ik weet niets van de afstand tussen hen en mij. Ik weet alleen dat er iets van geweten wordt. Zo maakt kennis van de oorzaak van een aneurysma het sterven van een vriend niet minder zomaar. Daar ging hij, bij zijn laptop, met een blauwe borst van angst. Ik bid tot Wikipedia, zit uren aan de binnenplaats en kijk omhoog, maar zie alleen het jaar na jaar na lichtjaar groeien van de ruimte. Thomas Blondeau was een bevriend schrijver die op zeer jonge leeftijd overleden is. Hans Groenewegen staat bijvoorbeeld ook in de bundel, ook overleden, helaas ook dichter. Ja. Zo gaan er nogal wat. Hier bij het overlijden van Thomas Blondeau zet je jezelf neer aan die binnenplaats. Ja. Nou, dat is dan de plek waar je dat wil overdenken. Dat wil juist wel voelen, of wat gebeurt daar dan in dit geval? Wat zal ik daar zo zeggen? Ja. Ik kan me niet meer herinneren of ik aan... Ik heb ongetwijfeld aan de binnenplaats gezeten. Maar want daar zit ik heel veel om dingen te overdenken. Maar in de loop van het schrijven van deze bundel is die binnenplaats natuurlijk ook voor... Is dat woord voor iets gaan staan. En ik heb het denk ik in die zin gebruikt. Dus als ik in de daadwerkelijke anekdote niet aan de binnenplaats gezeten had ik het ook opgeschreven. En
En omgekeerd, als ik wel aan de binnenplaats gezeten had en dat woord had niet die connotatie gehad, dan had ik dit woord niet gebruikt. Mm-hmm. Dus het woord staat daar niet om, om te vertellen aan de lezer waar ik me bevond. Maar om die hele... Nou ja, zoals ook het universum in dat gedicht voorkomt. Op dezelfde manier zoals we het net bespraken. Maar in dit geval is het natuurlijk ook interessant ook, omdat je vanuit de binnenplaats naar boven kijkt. Ja. Waar het universum is. Dus ja. Het is bijna als een soort raketinstallatie van waaruit je naar de bestemming kijkt, om het zo te zeggen. Ja, ja. En we zouden natuurlijk eerder dit gesprek al voeren na het overlijden van Wim Brands. Ja. Hebben we daar ook even over heen en weer gemaild. En toen zei je later ook, toen ik zei van, nou, laten we het over deze bundel hebben, Joost. Zei ja, maar dat, in principe die onderwerpen die we toen via de mail bespraken, over het dichterschap, over de zelfkant, over zelfmoord en poëzie, dat past eigenlijk ook wel allemaal in deze bundel. Vandaar dat ik dacht, we pakken de dood van Thomas Blondot erbij, we noemen die van Hans Groenewegen en passant, en dan kijken we eens even van, hoe verhoudt zich dat dan weer tot die bundel binnenplaats? Ja, ja. Het is niet eens echt een scherpe vraag, maar meer een soort start voor een gesprekje daarover, als je begrijpt. Ja, ja, ja. Het ging natuurlijk ook over dat stukje dat ik toen geschreven had op mijn website. En het punt van dat stukje was eigenlijk dat... dat ik het altijd zo jammer vind dat als een dichter of een schrijver een einde aan zijn leven maakt, wat Thomas overigens niet gedaan heeft, nee. Misschien ook wel. Ja, dat is goed om even bij te vermelden. Dus dat is wel een groot verschil, maar dat het werk van die dichter dan automatisch naar die daad wordt toegeredeneerd. Terwijl ik denk dat het heel belangrijk is om... Zoals bij Wim Brands. Zoals bij Wim. Ja. Ja. Ja, ik merkte dat... Ja. Ik weet niet eens... Ja, is het met hem veel gebeurd? Ik heb dat heel goed bijgehouden. Ik merkte dat in de... Het is vooral echt bij Joost Zwageman gebeurd. Ja. Ja. Die heeft natuurlijk veel gepubliceerd over suïcide. En vervolgens stapt hij zelf uit het leven. Dan is het op zich een ABC'tje om die twee aan elkaar te koppelen. Ja, en al die dingen, die twee boeken die hij over leegte schreef. Ja, precies. Ja. En oh, dan zal die leegte wel zijn. Precies. En bij Wim Brands is het meer dat hij schrijft over zijn vader en de relatie daarmee. En zijn vader is uit het leven gestapt. Ja. Nou ja, zo kwam dat in zijn eigen gedichtje voor. En vervolgens gebeurt hem hetzelfde. Ja. Nou, zo hebben we het even compleet, het verhaal. Ja. Nee, en ik probeerde in dat stukje te zeggen dat het zo belangrijk is om je te realiseren dat het schrijven van een gedicht het tegenovergestelde is van je eigen leven beëindigen. Want het is een creatieve daad. Hoe duister ook het onderwerp van het gedicht. Je kunt best in een hele duistere plek zitten, maar op het moment dat je dan besluit om een gedicht te maken, dan besluit je dus iets anders niet. Ja. En dat is het beëindigen van je leven. En hoe dat met die bundel te maken heeft, hoewel die bundel helemaal niet over zelfmoord gaat en ik ook niet geplaagd word, gelukkig, door enigerlei neiging daartoe, er zit wel veel dood in de bundel en veel wanhoop ook, maar dat juist in die wanhoop een soort van mogelijkheid zit tot hoop. Dus ik zeg altijd dat die bundel gaat over het alles kwijtraken van wat je weet, of van wat je hebt, of van wat je kent. En dan gaan spreken. En daar zit Maar dat ik is... me nu af te vragen of ik deze gedachte rond kan maken. Ik vrees van niet. Alles kwijtraken, want dat wat je dus
vrijwillig hebt gedaan aangaande je dichterschap, om daarmee een bundel te kunnen creëren. Is dat een moedige daad geweest? Of is dat een daad geweest waarbij je ook voortdurend bang bent geweest? Nou, je kunt alleen maar moedig zijn als je bang bent, natuurlijk. Mm-hmm. Als je niet bang bent, dan is het... dat is een leuke... ik lees, dat is een filosoof die ik graag lees, die heet John Caputo. En die schrijft veel over... Het citaat van hem is ook een motto van de bundel, maar... die zegt over hoop. Je moet het citaat dan ook even voorlezen. Okay. Het citaat is: prayer is not a matter of delayed gratification. Prayers are really prayers when we do not know if there is anyone to hear them, or to whom we are praying, or for what. By the impossible everything begins. Dat is het motto voor in de bundel. Ja. En het, maar wat hij over hoop zegt is... hoop is niet... weten dat er goede tijden aankomen. Hoop is op geen enkele manier los te koppelen van wanhoop. Alleen in de uiterste wanhoop is er hoop mogelijk. Anders is het... als je niet totaal wanhopig bent, dan is het gewoon een berekening. Dan zeg je gewoon, nou ja... het vriest nu, maar het zal weer gaan dooien. Ja. Of het gaat nu slecht, maar het zal weer goed komen. Want op basis van eerdere ervaringen is dat altijd gebleken of zo. Ja. Ik ben nu arm, maar ik heb binnenkort weer een klus. Dus ik zal binnenkort wel weer rijk worden. Hoop is wat je doet als je dat allemaal niet hebt. En dan toch vertrouwen stellen in wat er gaat komen. Waarom zeg ik dit ook alweer? Oh ja. Want je vroeg... Of het een daad van moed is. Of een daad van moed was, ja. Ja, god, dat weet ik niet. Nou, dat weet je natuurlijk wel. Nu je de bundel hebt afgerond, dan kan je daar toch... Dat is het moment waarop je kunt terugkijken. Pas dan kun je terugkijken. Ja. Nou, ik had niet echt veel keus. Ja. Want het pad waarop ik zat, dat ging niet. Moest ik wel tot de conclusie komen dat nergens toe ging leiden. En ik moest ook tot de conclusie komen dat ik niet een pad kon verzinnen wat wel ergens toe ging leiden. Nee. Want ik dacht ook, ik hield ook rekening met dat ik het gewoon niet kon. Nee. Snap je? Mm-hmm. Dus ja, wat dan? Dan is de vraag: is het belangrijk voor me om dit te doen? Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat moet maar blijken dan. En is dat dan moedig? Ik weet het niet. Nee. Misschien, het is ook niet, je moet het ook niet dramatischer maken dan het is, hoor. Want het... het zijn toch ook maar... gedichtjes, weet je wel. De dood van... iemands dood of iemands bijna dood. Wat in die bundel ook heel veel zit. Dat is pas... dat zijn veel ergere afgronden. Ik vind het zo grappig. We hebben heel lang... maar eerst om de bundel heen... zijn we langs de bundel heen gescheerd. Vervolgens hebben we even het eerste deel... even met name genoemd. Er zijn natuurlijk meerdere delen, maar die kunnen we niet allemaal... behandelen. En dan vervolgens die Joost zegt, ja, maar het zijn maar gedichtjes. Ja, maar vergeleken met, kijk, we hebben het net over Thomas Blondel gehad. Alles zwaarte valt weg. Terwijl het zo'n groot werk is, tenminste in de zin van, als je kijkt hoe je het hebt opgezet, hoe je eigenlijk naar nul bent gegaan om iets te kunnen bouwen. Ja, tuurlijk, maar we hebben het de hele tijd over wanhoop, en we hebben het over verlies, en we hebben het, en dan is het in die termen hebben over de beslissing om alle ambitie te laten varen en om alleen in het verborgen te schrijven. Oké, dat is niet onterecht om het daarover te hebben, maar dat staat dan in contrast met de dood van Thomas Rondeau,
de dood van Hans Groenewegen, de hartaanval van mijn vrouw. En in het gesprek nog de zelfmoorden van Joost Zwageman en Wim Brands. Ja, dat is echt de wanhoop. Yeah. En dat andere, ja, dat is gewoon, ja, dat is ook gewoon ego, weet je wel. Dat is Oh, ik dacht juist niet zo heel meer, omdat het gecreëerd is. Nee, goed, het is het offeren van je ego, maar dat, yeah. Maar dat is iets anders dan. Als ik terugkijk op dat hele proces en wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen 5 jaar, dan hoort dat moment dat ik mijn ego vaarwel zei in mijn dichterschap niet tot de zwartste momenten van die periode of zo. Je noemt de hartaanval van je vrouw, dat was mij niet bekend. Nee? Nee. Dus ik vraag het toch maar anders, dan laat ik het lopen. Ja, dat is prima. Ja. Er zijn veel gedichten die... Het is een beetje een rode draad in de bundel geworden. Dat is ook zo'n moment dat het... Wanneer is dat gebeurd? 2 jaar geleden nu, ja. Ja. Ja, en het was al bezig met een bundel inderdaad over alles kwijtraken. Ja. En over... het universum dat tegen je kan zijn. En dus het was heel... Ja, het was eigenlijk vrijwel onmogelijk om dat niet ook een rol te laten spelen in de gedichten. Het is goed afgelopen. Ja, het is uiteindelijk goed afgelopen. Gelukkig, ik ga echt door allerlei gevoelens zitten. Nee, oké. Want ik zie dat wel in gedichten natuurlijk... worden wel dingen genoemd, maar ik weet natuurlijk helemaal niet... of dat dan werkelijk gebeurd is of niet. Ja. Wat ook wel weer een aardige... Dus in die zin kan mijn uitspraak van nu ook wel weer behulpzaam zijn... bij de vraag, hoe lezen we deze bundel binnenplaats dan? Ja, dit soort het gebeurtenissen niet, vinden dus hun weg in deze gedicht. Ja. Ja, zo. Mijn fantasie is niet heel groot. Dus, ik ben wel een dichter die het zo persoonlijk mogelijk maakt. Vaak. En aan de andere kant is het ook wel belangrijk. Dus dat is ook wel fijn. Het is geen conventionele poëzie. Goed. Omdat ik het ook niet een vies woord vind of zo. Conventioneel, maar dan in de zin van bekentenis. Bekentenis, ja. Dus het is helemaal niet nodig om de persoonlijke geschiedenis te lezen. Nee. Ik ging er een beetje vanuit dat wel bekend was. Maar dat is goed afgelopen. Dat was wel ook zo'n soort moment waarop je eigenlijk niets anders hebt dan hoop. Ja. Dat hoop eigenlijk je enige houvast kan zijn. En hoop is dan iets wat je zelf moet doen in een situatie die hopeloos is.